Ja, nee, maar... Als er nou een geweldige scène vindt, dan ligt dat aan de speler. Je mag ook een rode kaart voor je. Zegt u nou van nou, deze scène was echt minder, dan ligt dat aan ons. Zo moet je dat een beetje zien en dan mag je niks gooien. Nee. Nee. Wij hadden al, want wij waren zelf een beetje aan het checken hoe het tot nu toe ging. En we hebben een paar dingen gehoord die heel erg goed gingen en een paar dingen die ook minder waren. Ja. Ik begreep dat scènes op de grond, die we wel hebben gehad, dat sommige mensen die niet konden zien. Hè? Ja, maar dat lag zo, nee. en verder, sorry, wou je wat zeggen? Nee, ik okay. Nee, zou ik. En verder, begrijp ik dat jullie weten natuurlijk helemaal niet wie we zijn. Heb je nou nog vragen over wie is nou René? Dan moet je dat aan René vragen na de voorstelling. Heb je nou vragen over mij? Ja, waarom zou je? Ja, ja. Goed. Lijkt me goed. Ik ben wel benieuwd. Wie is Jan en wie is René? Andersom, hè? Andersom. Ja, wist je het zo goed? Ja. Oké, ik... Waarom sta je hier? Ik ben René. Hoi. Ik speel theatersport bij Aangena Verrast in Utrecht. Samen met Erik Kreupeling. En die is vorig jaar hier geweest. Oudspeler van Extra Stout. Die heeft toen deze prachtige trofee gewonnen. Zijn naam staat erop. Maar die was helaas vandaag verhinderd. Niet dat hij geïntimideerd was door Gert-Jan natuurlijk. Maar gewoon verhinderd. Dus toen vroeg hij mij, vind jij dat leuk? Toen zei ik, ja, dat lijkt me leuk. Wat moet ik doen? En dat is dit dus. Ik weet niet, is dat genoeg informatie, Johan? Ik heb ook hobby's. Hoe oud ben je? Ik ben 33. Oké, en die trofee, ik weet er niks van, wat is dat? Oh, dan, wij krijgen steeds bananen na iedere scène. Tenminste, ik krijg steeds bananen. Wie de meeste bananen aan het eind heeft, of de meeste punten, die krijgt deze wisseltrofee. Dit is de gorilla, daarom krijgen we ook bananen en daarom heet de vorm ook Gorilla Theater. Wij krijgen bananen. Wie de meeste bananen heeft, die neemt de gorilla mee naar huis en die moeten we volgend jaar hier komen verdedigen. Tenzij je Erik Kreupeling heet, dan stuur je gewoon iemand anders. Nou, duidelijk toch? Ja, oké. Wie staat er naast jou? Ja, ik ben Jan en ik ben gevraagd door Jus. Is Jus? Ah, Jus. Nee, Jus die speelde ook hier vorig jaar. Jus is een goede vriendin van mij en de vriendin van Erik Kreupeling. Oh. Wow. En ik speel ook met Jus in bij de Jonge Woudlopers en de Jonge Woudlopers in zijn onder andere Nederlands kampioen theatersport. Maar ik speel bij Engo en we zijn Nederlands studentenkampioen. Oh. Ja, en we hebben twee keer gewonnen. Laten we de spelers erbij doen. Nou, ja! Zo, dat zijn ze, onze geweldenaren. Jullie mogen gaan zitten. Ja. Nou, René, ik geloof dat voor jou de uitdaging is, en je mag ook de tegenprestatie aanbieden. Mijn tegenprestatie was dat ik de spekjes op moet gaan eten tijdens mijn regie-scène. Dat ga ik straks. Maar aan jou.